Yo mensen, mijn naam is Mick. En vandaag doen we een verboden te lachen. Ik heb 3 levens en als ik 3 keer lach, dan is deze video afgelopen. Dus laten we beginnen met de eerste TikTok. Wanneer je naar GameChat gaat en boos op ze wilt zijn. Damn bro, good games man. You guys are a hell of a team bro. Maar hun zijn heel erg sportief. Send me a friend request man, maybe we can play. Oké. Ik zeg je eerlijk, dit kan wel herkenbaar zijn, toch? Voor mij niet. Ik ben altijd heel sportief. Maar hij zit allemaal van, yo, jullie zijn slecht, bla 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 bla. En dat de tegenstander opeens zo is van, oh ja, jullie waren echt goed, man. Dan zit je echt van ongemakkelijk. Maar hey, ik heb niet gelachen. Oké, hello. I just ran over a dog across the street and I want to know if it's yours. Well, what did it look like? Oh. Oké, die was oprecht wel grappig. Ja, als je hond overreden is, dan ziet hij er zo uit. Oké, we gaan snel door. Ik heb nog steeds 3 levens. Oké, volgende TikTok. Listen. There's 2 in this office that keep talking about people. Oh, wat? Is er 2 vrouwen die... Oh. Me and you. Oh. Oh, ik moest ook echt even nadenken. Oké, gooi er maar een leven op. Bam, auw. Oké, we hebben nog 2 levens. Als je hem niet begreep, ze zei, er zijn 2 die echt over iedereen praten. En zij zo, huh, wie dan? Ja, en dat zijn wij dus nu, want wij praten over... Snap je hem? Ik vond hem heel grappig. Oké, wat hebben we hier? Hij gaat op een stoel springen. Oh, dat gaat pijn doen. Dit is echt zo'n... Zo'n video waar het gewoon net niet gebeurt. Nee, niet op de hond. Nee. Dit hoef ik ook niet te zien. Hup, stop. Goed zo. Oké, dit vind ik niet grappig. Nee, hier ga ik niet om lachen. Oké, wat hebben we hier? Zo. Hey, karma, let's go. Ja, dat is pure karma. Dat vind ik mooi. Yo, this guy over here is mad sketchy. Oh. Ze zegt dat hij een beetje raar is ofzo. Don't worry girl, I won't kidnap you. You're mad ugly. And fat. You look like people. Oh, wat? Ze zei letterlijk van, deze gast die is best wel raar. En die gozer zegt opeens van, yo, ik ga je niet kidnappen. Jij bent super lelijk. Stel je voor, dat gebeurt bij je. Zo van, niemand kidnapt mij, want blijkbaar ben ik toch lelijk. Hey, wel voordelig. Word je tenminste niet gekidnapt. Telt dat als een lach? Ik vind van niet. Ik heb nog 2 levens. Is toch wel handig als je zelf de scheidsrechter bent. Ik verklaar dat ik nog 2 levens heb nu. Als je ooit weer even humble wilt worden, vraag aan je broer hoe je eruit ziet. Nee, how do I look? Oké, wat gaat hij zeggen? White. That's it? White. And your forehead showing. My forehead's white? Showing. En je voorhoofd kan... Ja. Ze is wit en de voorhoofd kan je zien. Ja, klopt wel. Ik zeg je eerlijk, je wordt er wel weer even humble van. Als je de hele tijd het gevoel hebt dat je echt super lekker bent, moet je dus gewoon je broer of zus even vragen. He took off. Oh jee. Oh, dit is lijp. Dit is dat VR, zeg maar. Dat je echt kan lopen. Ik vind het zo ziek. Kijk dan. Wat? Wat? Hij speelt dus een of andere horror game en hij redt toch echt. Dit is echt geniaal. Dit is oprecht geniaal. Zeg maar, ik weet dat ik niet mag lachen en ik heb overduidelijk zojuist gelachen. Dus hé, schiet dat leven maar van me af. Auw, oké, ik heb er nog maar 1. Het gaat een beetje snel, ik heb nu nog maar 1 leven. Maar ik moest gewoon lachen hierom, omdat ik het ook tegelijkertijd zo cool vind. Stel je voor, je kan op deze manier gamen. Of ja, het kan gewoon al. Ik wil dit ooit heel graag doen. Dus als er iemand kijkt die ervoor kan zorgen dat ik dit kan doen, mail me. Mail me alsjeblieft. Link in de beschrijving. Oké, hij is op de trein aan het wachten. Hij gaat de trein filmen. Oh. Nee. Oh, dat is zo grappig. Ik weet niet waarom, maar dat is zo hilarisch. Hij zit die trein te filmen en die trein toetert. En wacht, nog 1 keer. Kijk dan. Dit is zo droog, maar daardoor vind ik het juist zo grappig. Oké. Ik heb nog 1 leven, nog steeds. Oké, why am I crying? Kids costume parade gecanceld. Oh nee.
Oh. Oké, okay, buddy. De TikToks worden opeens echt veel grappiger. En ik heb al 1 keer gelachen. Of ik heb zelfs al 2 keer gelachen. Oké, okay, ik moet niet meer lachen, want anders eindigt deze video. En ei. Oké. Okay. Oh, what the f***. Holy s***. Ja, dat kan gebeuren. Oké, okay, wat hebben we hier? Dropped out of Harvard Law School to become a photographer. Oftewel, deze gast is gestopt met Harvard om een fotograaf te worden. En dit is hoe de foto's eruit zien. Oké, okay, ik zeg je heel eerlijk, deze was best wel voorspelbaar. Daardoor moest ik niet lachen. Ik heb dit soort TikToks al vaker gezien. Someone explain to me what's happening? Oh, look, I have a glass of milk. Het is een glas melk en een shot glas. Oh, look what in this glass. Fits in this glass. Look it, look. All of it. What the hell? What's happening? Hoe kan... Dit is niet grappig. Ik ben nu gewoon zwaar in de war. Hoe kan dit? Oprecht, hoe kan dit? Oké, wat is dit? Dit is een reclame. Do you want me to tell you your future? Look what she says. No thanks. I choose my own destiny. What? Dat is echt zo'n domme reclame. Wil je dat ik je toekomst voorspel? Nee, dank je. Ik bepaal mijn eigen weg. Nee, dit telt niet als een lach. Oké, wat hebben we hier? Ze gaat een TikTok-dansje doen, denk ik. Een deken. Gaat ze verdwijnen? Waarschijnlijk gaan ze proberen te verdwijnen achter de deken. Oh, wat? Zo, zij heeft lange benen. Jeetje, meneetje, dat zijn hele lange benen. Oké, wat hebben we hier? It really do be beautiful outside right now. Het is heel mooi. It's not beautifuler than, it's not better beautifuler than you. Ik heb niet gelachen. Ja, dat beestje was zeker heel erg mooi. Heel erg mooi. Nee, dit telt niet. Packing away after doing the dishes. Oftewel schoonmaken nadat je net hebt afgewassen. Oké, de glazen. Ja, dat gaat allemaal goed. De hoppakee, ja. Ja. De tumper. Oké. Ik heb gelachen. Oh, dit was ook zo'n volwassen grapje en ik lach daarop. Dit is echt, dit maakt mij een boomer. Ik ben echt een boomer aan het worden dat ik hierom lach. Zeg maar, ja, glazen en allemaal borden, dat zet je altijd heel netjes neer. En dan van die plastic dingen, die doe je zo van, hè? Yo, ja, die zit daar goed. Ja. Ja, het was zo herkenbaar dat ik het grappig vond. Oké, weet je, ik ben nu officieel af. Maar ik heb nog meer TikToks die daadwerkelijk grappig zijn. Dus laten we daar ook nog even naar kijken. Oké, hij heeft een blikje Pepsi. Pepsi best. Zo. Wat? Dat is echt sick. Dat is... Bro, wajo. Deze gozer is op een ander niveau. Oké, wat is dit? Hij is van Android naar Apple gegaan. Maar hij weet niet hoe hij de wallpaper verandert. Dit is de wallpaper. But I wanted to change it to this photo here. Bro, you f***ing... Het is een foto van zijn vriendin. What do you mean? How the f***, bro? Wait, let's move off my... Wat? Oké, dat is echt bizar. Hij vraagt dus aan zo'n medewerker van, hey, kan je mijn achtergrond veranderen naar dit? En dat is dus de vriendin van die werknemer. Hele goede prank. Oké, dit was de verboden te lachen. Ik had 3 levens en ja, ik heb echt keihard gefaald. Ja. Wil je nou nog een verboden te lachen zien? Klik dan snel op deze video. Ja, hier hebben we nog een verboden te lachen en misschien haal ik deze wel. Of misschien niet. Kom erachter door erop te klikken. Doe ik even duimpje omhoog en één iemand die kijkt is nog niet geabonneerd. Dus jij, abonneer even hier beneden. En dan zeg ik, Mick out.